En dan kill ik ook nog gewoon zelf. Loot ik de body, zeg maar. Ah, kut. Dan heb ik weer een body geloot. En dan ben ik... Krijg toch de kak, jongen! Hey, welkom bij Arkfjorder! Epic! We hebben in de vorige aflevering een zieke mega schildpad getemd die ik nog een naam moet geven. Maar met deze mega schildpad gaan wij even de map verder verkennen. Ik wil nog naar de bovenste vraagtekentje toe gaan waar ik in de vorige aflevering nog niet ben geweest. En het mooie is, hier kan ik een base opbouwen. Hier kan ik mee zwemmen. Hier kan ik mee over land. En volgens mij doet hij ook nog best wel zieke damage. Dus deze gaan we ook even flink in de levels omhoog doen. En zien we wel waar het schip gaat stranden. Ik vertrouw het allemaal hier niet meer, weet je. Kan ik deze niet even binnenzetten, deze vleermuis? Nee, ain't gonna happen. Nou, laten we gaan voor de 1000 likes, mensen. Het is volledig gratis om als je... Het is volledig gratis om gewoon even op dat duimpje omhoog te klikken. En voor mij en voor Rudy werkt het heel goed als jullie het wel eventjes doen. Vergeet niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. En plaats in de comments wat je van Ark of Jojo vindt. Let me know, man. Hey. Jamie! Oh, hey! Oh, hallo. Hey, Rudy. Hallo, heb je nou een duif, Dodo? Wat is dit? Oh, wijs even. Ah, ja, maar wat moet je hiermee? Ik moet hem even knuppelen. Nee, aan de kant. Ja, maar die gaat dood. Kant, personeel. Ik heb mijn boog. Ik heb mijn boog. Tonk. Oké, okay, ja. Zo. Ja, deze poept gasoline, dus ik wilde deze even temmen. Oké. Ik wilde gewoon zo even lekker beginnen. Oké. Oké, 9 foundations. Dan gaan we meteen even een hokje erop bouwen of zo. Of een, weet ik veel wat ik ermee kan, oké. Ik wil een bed op mijn schildpad hebben. Maar ik heb denk ik niet echt superveel cementing paste of zo. Even checken hoor. Cementing paste. Oeh. Hallo. Gloeiende wat? Heb jij nog cementing paste? Nou, ja. Oh, graag. Lekker hoor. Dit is wat mais in mijn kip. Oh. Zo. Het is wel een, een enge cap hier. Ja, maar eens kijken kijk wat er gebeurt. Wacht hier, jij wilde CP. Ik... Ja. Oh. Ja, ja. Dat is alles wat ik heb. Dank je. Graag gedaan, hè. Oh, ik ben trouwens naakt. Ik had gezien. Wow, zet er even walletjes bij, zo. Een doorframe moeten we nog hebben. Door, S plus door, S plus doorframe. Een bed, simpel, bed. 2, craft. Hoppa, even speedrun. Zo, en de doorframe. Yes. Alright. Nou, dan gaan we snel de hok bouwen hierop. Let's go. Hey. Je hebt een kleine dino. Ja, weg, man. Kijk, ik heb de hoedoe, son. Ja, ik ga hier even een huis opbouwen. Ja. Geef hem nog even een goede naam, man. Ja, hoe dan? Iets met zo'n O erin en son. Kut. Je ziet er zo dom uit. Hè. Allemaal zo. Oh, ja, maar dat is helemaal gegletje, man. Wacht. Ja, dat werkt beter. Iets met een O en een zon. Schoolpad. Schoolpad. Maar hoe doe je zo'n O met een streepje? Dat wil ik eigenlijk al weten, want anders is het raar als ik zoiets doe. Ik ga nou opzoeken. O met een streepje. Alt, jezus even, wat een opgave is dat. Ik doe wel gewoon copy-pasten. Jamie. Zo, schoolpad. Ja, hallo. Ik ga even item collector fixen. Daar heb ik cementing paste en propellant voor nodig. Als jij ook zoiets vindt, neem het even mee. Ja, heel goed. Want mijn dodo scheidt 5 gasoline per poep. Dus stop. Ja, ik ga proberen te zoeken, ja. Joe, thanks. Yo, uit. Doorframepje erop. Deur erin. Hop, muur. Dit is zo glitchy, ouwe. Even serieus. We zijn nu al een metal base aan het bouwen op een... Frickin' schildpad. Die waarschijnlijk ook nog neergaat. Maar ja, ik heb ook nog helemaal niet alle materialen ervoor. Ik zet gewoon de bedden erin. Het gaat er mij omdat ik er nu even in kan respannen. En later misschien nog wat kisten op kunnen zetten. Maar ik heb ook zo'n gevoel dat dit ding ook nog snel neergaat of zo. Maar ja, nou kan ik in ieder geval op mijn schildpad spannen. En we springen gewoon van deze berg af. Gaan naar het noorden toe. Naar de vraagteken op 20. Ja, 2015 ongeveer. Check wat daar is. En dan gaan we waarschijnlijk ook nog even een dinootje temmen. En hopelijk een Fjodjur dino. Maar ja, die moeten we ook maar net tegenkomen. Dan weet ik ook niet zo goed waar ik die allemaal kan vinden. But we will do this. Yes. Oké. HP moet flink omhoog van het ding. Want anders gaat hij echt direct neer. 200k. Movement speed. Dat wil ik eigenlijk nog wel iets levelen. Huh? Hoeveel damage doet hij? Oh kut, hier heb je een 700 rex. 2k damage? Oh, oké, hoe snel is hij in het water dan? Hij doet wel echt damage hoor, what the fuck. Die kan ik eigenlijk best wel pimpen nog. Oh, als we daar een paal eventjes opzetten, kijken wat dat doet. 4,6k damage met de schildpad, oh mijn god, dat is heel ziek. Zwem nou! Waarom ben je zo traag, gast? Ik ben genezen door iets. Wat is dit? Oh, hè, ja, kijk.
Kijk joh! Oh, dat is best wel snel eigenlijk. Oh joh! Super glitchy. Oh wacht, nou heb ik echt heel veel. What the fuck? Nee joh! Kijk hem! Scoot, scoot! Dit is niet oké, man, dat denk ik veel te snel. Hoppa, op naar het volgende landschap. Dan moet ik hier wel een berg op zien te komen, maar dan gaan we even de officiële weg via het pad doen, denk ik. Ik vlieg er gewoon heen, joh. Geen probleem, want ik ben maar een schildpad van 600.000 kilo. Geen enkel probleem. Dus de movement speed is al ziek, de HP is al ziek. Eigenlijk kunnen we nou ook gewoon net zo goed de damage even vol gaan pompen. Alleen de attack speed is wel naar van de dingen. Oh, hij is verdwenen. Hij is letterlijk verdwenen, dat ding. Maar er staan ook bubbels, maar hoe gebruik ik die bubbels? Geen idee. Nou, rennen! Kijk, ik kreeg materialen voor ook, jongen. En die beestjes. Die beestjes hebben we sowieso nodig. Dan kunnen we daar ook allemaal die trankpijlen nog van kraften van Pugnesi en zo, weet je wel. Volgens mij heb je ook echt letterlijk maar 20 narcoberries nodig voor zo'n pijl. Oeh, 19 levels, what the fuck? 250k. De movement speed nog iets omhoog. Stamina is eigenlijk ook geen probleem. Wait, heeft hij ook een tering velen, what the fuck? Oké, fuck it. Let's go! Ook even goed kijken of er nog leuke dino's tegenkomen hier om te temmen. Dat zijn allemaal normale direwolf. De Pugnesi heeft gewoon sowieso van die dynamische kleurtjes. Dus je weet niet echt heel goed wat je killt. Zomaar. Eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat ik met zo'n schildpad op avontuur zou gaan in Ark. Maar ja, de time has come dat we het toch wel gaan doen. Oh wow, je hebt gewoon een Bokito. Oh nee, what the fuck, ik dacht dat het een gorilla bos was. Wat kut. Kun je hier iets mee doen ofzo? Dat lijkt me wel, toch? Oh, Roen. Alright, oké, mooi. Dat is wel chill. Huh? Hoezo is het in één keer 10 keer zo snel? Oh nee, het fort! Nee, het fort moet ik hebben. Dat is de vraagteken. Goed. Ik ren gewoon alles op. Nee, joh. Joh, wat een ziek fort is dit. Kun je ook in? Maar hoe kom ik daar boven? Wacht, hier heb ik nog een weg omhoog. Potentiële weg omhoog. Hoppa, kan gewoon. Boeien, ik ren gewoon alle beren. Vlieg over de brug heen. Kom op, you got this. Nou, op zich. Staat ik redelijk mooi geparkeerd hier. Nee. Oh, dat is wel kut, hé. Waarom sta ik er niet meer goed voor? Kut, die andere kant kon ik beter hebben. Oh nee. Shit. Oké, dan moeten we een hele rondje weer opnieuw gaan lopen hier. Oh wacht, kan ook hier de trap omhoog. De berg omhoog. Wat is dat? Een Primal Argy. Oh, die kan ik dan ook niet temmen. Want daar maar van weg blijven. Ja, hier heb je het voor. Ik teleporteer gewoon die berg op, gast. Easy. Of niet dan? Kijk, Hatsa, ik sta erin. Het fort. Ja, ja. Nou, schildpad, gedraagd door eigen. Ik, schortpoort trouwens. Schortpoort. Kijken of hier nog ergens een roen is. Wat wordt hier? Een Yuti. Maar de Yuti kan wel neergaan, toch? Als ik nou zelf neerga, dan word ik echt boos trouwens. Oké. Die is dood. Een glacial peterp, don die wild wordt. Kans, ik ga gewoon weg. Ja, hier aan de andere kant had je dus nog een zieke tunnel. En daar kun je in. Ik weet niet waar die voor is. Nou, we gaan het meemaken. Je moet sowieso nog wel even een roen liggen, toch? Het is pittig donker. Oh, wacht. Ik zag iets. Waar is mijn fakkel? Kijk. Ja, dit is een betere vibe. Oh, wow. Dit is een hele tunnel omlaag nog. Kijk. Yo, ik ben benieuwd hoe die hier ook nog heen komt. Met een muur. Een doodlopende muur. Wacht. Is dit een puzzel? Zit hier ergens een knop die ik in kan drukken, eventueel? Nee. Dit is oprecht een lege kamer. Maar wat is er dan nog wel te vinden hier? Dat is gewoon een verlaten wijnkelder of wat? Dat is het. Oké, dat is niks. Hebben we nog een ingang ergens? Serieus, dit is het. What the fuck? I'm the Viking man. Wat een treurige locatie was dit weer, zeg. Ik had zoveel high hopes. Vooral naar die ene god die... Oh, ik heb jouw vlees nodig. Bro, sterf gewoon. Rudy is aan het levelen. Goed! Oh, hè? Oké. Kerel, pak de loot. Bro, hak hem. Ja, laat maar zitten, weet je. Het is in ieder geval een treurige locatie. Maar we hebben weer een plekje ontdekt. Dit is, ja, wat was het? 25, 15 of zo. 25, 16. 20, 20, 15, om het makkelijk te houden. 20, 15. Doe gewoon fort. Oké. Epic fort, let's get it. Maar dan kunnen we hier ook weer weg, want eigenlijk is er helemaal niks te vinden. En het is wel tijd om een epische dino te vangen. We hebben dus ook nog van die ratten met miniguns. Is dat er een? Dat is een Deodon. Is dat er een? Nee, dat is een... Maar dat is wel eentje die ik nog wil hebben eigenlijk. Maar ik weet totaal niet waar je die kunt vinden. Maar je hebt wel weer een snol. Oké, klim omhoog. A, B. Hoppa. Ja, daar gaan we. We gaan gewoon even op avontuur.
een beetje scouten door de biome heen. Kijken wat we hier nog kunnen vinden qua dino's en zo. Leuke Rex van 500. Ja, joh. Vliegen overal heen, joh. What the fuck. Oeh, moet we wel kijken voor fall damage trouwens. Kijk. Wacht, even regen hoor, tering. Wacht, die waterval die is heel sketchy, man. Volgens mij zit er iets achter. Denk ik. Ja, kijk, zie ik. Wizzend, man. Het zag er al zo uit. Oeh. What the fuck? Wat zijn dit van James? Oh, dat is gewoon kristal. Ja, dit is eigenlijk gewoon een lege vierkante grot, oké. Okay. Is denk ik voor PvP-doeleinden. Kut, 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 kut. Nou, hier heb je verder niet heel veel te zien. Zijn dat dino's die we willen? Een Morella Tops. Nee, die hebben we ook niet nodig. Maar wat was die dino? Hoe heet die dino? Ik ga het even snel opzoeken. Dat is een Andrew Sugus. Oh, dat is zo'n ding, ja. Hoe tem je die? Je moet naar de Omnivore. Omnivore. Wat is een Omnivore? Ik heb geen idee, gast. En die haaks dan. Oké, die haaks zijn heel makkelijk om te temmen, maar... Ik moet even weten waar die spawnt. Die lijkt me wel heel cool eigenlijk. Ik wil een havik voor op mijn schouder. 100%. We zijn in de buurt bij de havik. Pompie, dompie, dom. Dus keep your eyes open voor een haak. Ik wil er eentje hebben. Het enige wat je hoeft te doen is een creature killen die naast die haak staat ongeveer. En dan gaat die havik gaat ervan eten. En uiteindelijk met Tamium dan of zo. Oh, zijn dit ze al? Oh mijn god, daar zijn ze. Dit zijn ze. Ja, hier spannen ze al. Ga weg man, rotspijn hoor. Je hebt niks te zeggen. Ja, 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 ja. Right. Hier heb je hem. Level 500 haak. Ja, goed. Moet ik nou echt die mega skillpot gaan killen voor die tame? Ja, kan wel. Alleen die haak moet even aan de kant dan. Die zit er nou echt met zijn kopje tussen. Dat willen we natuurlijk niet. Paar bijtjes, paar bijtjes, paar bijtjes. Hij hangt stil. Nog één. Oké, okay, eet zijn body. Eet zijn body, jij haak. Ja, ja. Is hij nou bezig? Hij is bezig. Ja, ja, hij is bezig. Zie je? Taming. 9%. Ah. Ouwe, was zo weinig. Kerel. Wacht. Dan gaan we deze ook even killen. Wacht, deze. Hé, hey, ze vliegen lacht hem aan. Wat ziek. Wat cool dit. Oké, okay, nice. Nou, kom maar mee. Kom maar mee. Mijn favoriete vogel zit achter mij aan. Yes, wat leuk. Map. Ga neer, gast. Ah, kut. Ik heb mezelf geloot. Dat was niet de bedoeling. Ik moet meer dino's hebben. Ja, daar zijn ze. De haaks. Kan ik ze niet wel vlees geven? Kom achter me aan, jullie. Ik ben hier. Ik ben nog gewoon echt twee tegelijkertijd aan het temmen. Dan heb je een T-Rex. Ja, daar gaan we niks mee doen. Hier heb je een woolly rhino van... Oh, die heeft veel te veel HP ook. Kut. Oké, hier heb je nog wat dino's. Auw. Auw. Oké, die is neer. Vogels, eet op. Ja, daar gaat hij weer. Oh, dat is een andere haak. Ga neer, gast. Oké. Die kan opgegeten worden. Ja, dan moet ik dus gewoon heel veel creatures gaan killen hier in de buurt en... Uiteindelijk zal alles opgegeten worden, I guess. Ja, fuck, dan moet ik echt even mijn schildpad pakken hoor, want dat schiet niet op. 6% pas. Dan hebben we deze. Die is neer. Is er een vogel in de buurt die hem wil? Oh, dit is een primal. Oh wow, dit is een primal steeg, what the fuck. Wacht, die kan ik wel aan, denk ik, met deze. Sowieso. Ja, ja, kom maar op. Instant gold kibble heb je nodig om deze te temmen. Ja, die heb ik niet. Hop. Hop. Nog één hit. Hop. Nice. Oeh, daar kreeg ik... Hey, Primal Meat kreeg ik ervoor. Dat is ziek. En een Pugnacia Dart. Nice. Oké, okay, die is dood. Die zijn dood. Die gaat dood. Ja, hier heb ik er eentje vliegen, toch? Oh nee, dit is er geen. Waar zijn die haviken nou? Is dat een havik? Ja, dit is een havik. Oké, okay, eet op havik. You got this. Kom op! 0,6% tering, dat gaat heel sloom. Eet andere bodies op, jij. Oké, okay, die is neer. Zijn dit ook haaks die hier zitten? Nee, die kunnen allemaal neer. Ah, kerel, ik zie niks. Rama. Kom op, kom op, kom op. Waar zijn die duiven nou? Daar vliegt er één, toch? Ja, maar die is maar 3%. Die zit hier even eten te chappen, vliegt gewoon keihard weg, die gast. Wat een lul. Hoe groter die dino, hoe meer percentage die krijgt. Oké, okay, daar gaat hij weer chappen. Oké, okay, lekker. Oh, daar krijg ik echt heel weinig voor. Fucking hell, gast. Kom, kom, kom. Die Turkjes moet je voor uitkijken, man. Die net achter me aan zat. Die doen echt mokerveel damage. En die zijn hoog level. Ja, deze hark is van 65. Die taming is al helemaal weg aan het gaan. Kut. Maar ik weet dus niet of ze taming percentage krijgen. Als ik gewoon op mijn schildpad zit hier. Zie je? Ik kill deze.
Kom nou iemand dat ding opeten. Nee, zo te zien niet, hè. Nee, zo te zien niet. Maar als ik afstap, dan draait hij zich waarschijnlijk om en dan gaat hij hier naartoe. Om dat ding op te eten. Moet ik ze allemaal hier er echt naartoe lokken of zo? Ja, ga nou neer, gast. Roen, ik heb een roen. Roen. Huh, hallo? 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 Ik hoorde je, maar ik zie je niet. Yo, beter eet iemand even. Nee, wat een lag. Nee, nee, doe nou niet. Rieperspan, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, die unit heeft al onze dino's gekillt bij onze base. Kut, ga gewoon weg. Niet hier, gast. Ah, wat een joch ben jij, man. Ja, ik kreeg meer damage dan hem. Flink veel meer. Kut. Oké, ik ga hem weglokken. Ik weet niet hoe ik die havenke ga temmen, man. Even serieus. Het duurt gewoon veel te lang. Want er zijn al 5 havenken die tegelijkertijd op, die ik tegelijkertijd aan het temmen ben hier. Hier, maar deze lage level. 308, nee, is ook hoog. Hier, een wolf. En dan kill ik ook nog gewoon zelf. Loot ik de body, zeg maar. Ah, kut. Dan heb ik weer een body geloot. En dan ben ik... Krijg toch de kak, jongen! Oh, wacht. Ik kan spannen op mijn schildpad. Big, biggest brain of all time, jongens. Allemaal uitgedacht, dit. Dan moet ik wel even die Ascension. Ja, kijk. Hier staan al 3 van die vogels zitten hier te kutten. En die gaan er flink van lopen chappen. Die is 1%, die is 0,5% daar, joh. Ik moet er even een paar afschieten, denk ik. Oh, dan heb ik ze allebei gekillt. God. Oeh, hier heb je weer Big Boy. Ja, die kan ik dus wel makkelijk killen. En daar krijgt hij dan ook best wel veel taming van. Er zijn maar 2 hapjes. Easy. Kijk, hoppa, hoppa. Dan komt er ergens een duif aan als het goed is. Die eet hem op. Hey, doefkes. Kom even hier, joh. Hey, hak. Ka. Yo, hier liggen echt 3 bodies die opgegeten kunnen worden door die havenke. Waar de fuck zijn ze in één keer heen? Eentje bij de Reaperspan. Ja, daar kunnen we niks mee. Ja, ga weg toch, joh. Joh, ga gewoon weg. Oh, dan ga ik daar wel slapen, zeker. Oh, lekker. De havenken zijn weg. Kut. Ik wil er alles aan doen om die te temmen, maar het is gewoon niet te doen hier. Is dat er een? Oh, hier vliegt er weer eentje. Oké. Okay. Kijk, daar is hij. Kom hier. Jij, vogel. 400 vogel. Nou, vogel, eet de mos chops. Nee, de vogel is gewoon gone. Dat is letterlijk een despand. Hij is gewoon verdwenen. Oké. Oh, wacht. Smantic Pace moet ik nog voor die even meenemen, zei hij. Ja, dan moet ik ook nog even mijn eigen baas mee afmaken hier op die schildpad. Oh, hier vliegt er weer een. Nou, kom hier. Kom hier. Oké, dat hert stijgt gewoon op. Rudolf? Nee, joh. Rudolf in Pognesia? Wat ziek. Oh, dat wist ik niet. Pullovia. Oh, nee, die zijn kut. Waar is dan die? Sla nog steeds op pronk 2 keer, hè. Hier ligt een body. Eet mijn lijk. Eet de lijk. Oké, Rudolf, sorry. Eet de lijk, vogels. Kom op, eet hem. Die hier in het water ligt. Yes. Oké, ja, weet je, we gaan hier gewoon even flink lang mee door totdat we er eentje hebben. Want anders duurt deze video 2 uur lang. Ik check jullie zo. Yo, Rudy. Heel veel gevaarlijke dino's hier om de hoek. Kijk wat op mijn schouder zit, Rudy. Oh, is het jou wel gelukt? Gast, ik kreeg koppijn van dat ding. Hij had zoveel lijken en kreeg hij van de ene wel taming en de andere niet. Ja, bij mij heeft het ook heel lang geduurd. Maar uiteindelijk, ik heb er ook heel veel eerst gekild nog. Want er zaten echt 10 tegelijk en 1 lijk te pikken. Ja, het ziet echt niet op. Nee, maar hoe groter het lijk is, zeg maar, hoe meer percentage die krijgt. Ik had een paar schildpadden daar die hij op kon eten. Oh, dus dat ging van beter. Van zijn schildpad kreeg hij best wel wat percentage, gelukkig. Ja, ik had trikes en dan kreeg hij ongeveer 8% van. Ja, ja. Alleen het gezeik was, van de ene trike kreeg hij wel wat, de andere niks. Maar zat hij wel gewoon op te eten. Oh. Ja. Dus ik heb een Easter Bunny getemd. En die legt random eieren. En als we nou nog een Morella top zijn, we hebben kip. Oh nee, ik zie daar een... Oh nee. Oh my god. Oh, we zitten hier echt niet veilig, gast. Dit is echt... Een Mahamoud. Ja, maar het is geen normale. Easy, joh. What the fuck? Ja, dat ding is echt beast, man. Niet te doen. Kijk dit, hè. Oh. Oké, okay, kijk dit, kijk dit. Oh my god. Oké, okay, we moeten nog even omhoog zien te
heeft denk ik ook niet unlimited zuurstof. Ik ben ook gewoon helemaal niet blij met de duif. Even serieus. Het is wel mijn favoriete vogel, maar tering wat een gezeik. Echt de kutste team ooit. Misschien nog kutter dan de Sinoma-crops. What the fuck? Ja, dat ding is niet normaal. Even serieus. Oké. Dit is de duif, de havik. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat hij kan. Hij is ook nog bijna dood trouwens. Waarom is hij bijna dood? Ik ga van mijn schouder af. Kan hij iets? Kan ik hem op iemand afsturen dat hij dan gewoon flinke damage doet? Of hoe zit dat? Hij is ook gewoon level 420. Wat? Dit is voor mij gemaakt, mensen. De duif is level 420. Ik noem jou... De Noorse K. K! Maar K! Eens neem. Wat kut, man. Ja, die heeft een beetje... Nee. Doe nou niet. Weg, man, gek. Ik wil even kijken wat de duif kan. Eigenlijk wil ik ook gewoon helemaal niet kijken, want ik vertrouw er niks van. Die gaat eigenlijk meteen dood, jongen. Oh, hier, Tapajira. Oké, val die maar aan. En niet neergaan, AB. Attack! Nee. Kom terug. Nee, kom terug. Nee, die raakt keihard kwijt dadelijk, joh. What the fuck? Wat is dat? Daardoor ga ik ook neer, denk ik. Nou, op HP sowieso even levelen, zodat hij niet meteen neergaat. Maar ik denk dat die damage echt zo karig is van dat ding. Waar is je regeneration, mate? Come on. Oké, fuck it. Dit is te risky. Ik ga het niet proberen. Dit gaat eigenlijk dood, weet ik niet. Oké, hey mensen, thanks voor het kijken naar deze aflevering van Ark Fjodor. Wat een lange aflevering. Maar we hebben een duif. En dat betekent ook dat we bijna alle Fjodor dinos hebben. We hebben dus al de vleermuis, de duif en dus ook... nou, dit is de volgende stap trouwens. De, ja, die rat met de minigun, denk ik, hè. Eén van die. Of zijn er nog twee? Er zijn nog twee dinos die we kunnen temmen. Je hebt sowieso die Fender in je bos nog. Ik weet het niet zeker. In ieder geval, blijf doorgaan met de sport, mensen. Ik waardeer het enorm en ik check jullie weer. Peace.